Een voorraad aardappelen en uien komt het komend weekend aan in Suriname, waardoor de schaarste weggewerkt zal zijn. Dit zegt minister Reshma Kuldeep Singh van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. Ze sprak journalisten gisteren voor aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers. De bewindsvrouw kondigt aan dat deze week strakke controle zal worden gevoerd op prijsopdrijving bij de verkoop van aardappelen en uien. Ja, we hebben ook aangegeven dat we deze week extra controleren. We hebben de importeurs ook gesproken. En we controleren ook bij de importeurs. De prijzen heb ik aangegeven in een bekendmaking. Hooguit 60 SRD mag het kosten. En we hebben gezegd, indien er prijsopdrijving is, meld ons. We gaan hard optreden. We hopen dat het zaterdag is opgelost. Ik heb met de importeurs, een paar importeurs gesproken. En ze hebben aangegeven dat er zaterdag een boot komt. Dus hopelijk dat het maandag is opgelost. Maar ik had ook aangegeven dat er een mislukte oogst is en van daaruit dat we wereldwijd een schaarste hebben. De minister verwacht dat als alles goed zit, de voorraden aanstaande zaterdag in Suriname aankomen. Ze vraagt de samenleving om niet te hamsteren omdat aardappelen en uien niet lang houdbaar zijn.